afdeling radiologie van het Academisch Ziekenhuis heeft na 30 jaar haar hoogtepunt bereikt. Vanaf het jaar 2012 is de afdeling in snel tempo aan het vernieuwen en innoveren. De apparatuur is volledig vernieuwd en gedigitaliseerd, waardoor de wachttijden korter zijn. Ook kunnen de artsen van het AZP vanaf hun werkplek elke foto of elk verslag direct zien zodra deze gemaakt is. Met 5 radiologen en personeel doet de afdeling radiologie al het mogelijke om de patiënten tegemoet te komen. Radiologie houdt zich bezig met medische beeldvorming. Dit is een onderzoeksmethode waarbij een beeld van het inwendige van het lichaam wordt gemaakt dat gebruikt wordt bij het stellen van een diagnose. Volgens radioloog Ryan Ramtahalsing is het dankzij de goede zorg van de afdeling dat er steeds meer mensen komen voor medische behandeling. We zijn nu bezig en dat gaat volgende week al in om het echo programma, laat me het zo zeggen, uit te breiden. Dus dat we nog meer patiënten op een dag kunnen doen. Het is een, u moet begrijpen, het is een grote druk op de zaken die we hier hebben. Dus we gaan het eerst even rustig aandoen, maar wel een uitbreiding. En dan gaan we kijken hoe het loopt. Zijn we eenmaal in de running, kunnen we die poort, om het zo uit te drukken, wijder en wijder openmaken. Maar wij streven inderdaad ook naar een heel korte wachttijd. De afdeling radiologie kijkt naar meer mogelijkheden om voornamelijk meer mankracht. De afdeling radiologie kijkt naar mogelijkheden om voornamelijk meer mankracht op de werkvloer te krijgen. Hierdoor zullen wij ook in een middagpolie kunnen voorzien, zegt Ramtahalsing. Het heeft te maken met voornamelijk mankracht op de werkvloer krijgen. Want je geeft de zorg goed of je geeft het niet. Je kan niet een halve organisatie hebben. Het moet even vlot lopen. Aldus Ryan Ramtahalsing, radioloog van het AZP. We spraken hem over de nieuwe ontwikkelingen op de afdeling radiologie.